Ik las een artikel en dat ging over de burgerweeskinderen in Amsterdam. Bezeten wezen teisteren de stad. Ik las het en het maakte mij enorm nieuwsgierig. Zo las ik dat het gekke gedrag van de wezen was voer voor de politieke strijd tussen gereformeerden en katholieken. De wezen die gooiden de ruiten in en ze maakten amok. En ze maakten vooral heel veel amok bij Jacoba Jacobs dokter Bam. Ik heb alle historische feiten heb ik verzameld. Ik ben naar stadsarchieven gegaan. Ik heb alle plaatsen bezocht in Amsterdam en veel zijn nog gewoon aanwezig. Er is nog veel te vinden over deze gebeurtenis in 15 januari 1566, de weeshuisziekte. De leemtes van de historici mocht ik met mijn fantasie gewoon invullen. Nou, wat is er mooier als schrijver om dat te doen? Ik ben heel blij met het resultaat en ik hoop jullie ook.